We hebben het boek Een zoektocht naar waarheid van Dirk Verhofstadt in gesprek met u met veel interesse gelezen. En ik zou u daar graag toch wel enkele vragen uitstellen, bij wijze van inleiding. Ja. Uit uw boek spreekt u ook over de dood van Hugo Claus. Kardinaal Danneels noemde dat moreel ongepast en ik citeer hem ook. Door zomaar uit het leven te stappen antwoordt men niet op het probleem van het lijden en de dood. Men loopt er in een boog omheen en omzeilt het. Wat is uw standpunt? Wel, ik vind dat een nogal misplaatste opmerking. Ten eerste gaat het over een welbepaalde persoon. En over de dood van een welbepaalde persoon, daar laat men zich niet, tenzij het een misdadiger is, maar dan nog, daar laat men zich niet negatief over uit. Dat kardinaal Danneels in het algemeen spreekt over euthanasie, goed, dat is zijn volste recht, maar over een welbepaalde persoon gaat dat niet. Ten andere de bewering, men loopt rond het lijden om een boogje heen. Iedereen weet dat in de christelijke traditie het lijden een onoverkomelijk probleem geweest is en nog altijd is. Daar is geen enkele oplossing aan. Je kunt niet anders dan met een boogje eromheen lopen. Dat boogje kan ook zijn erover zwijgen, helemaal niets doen. Het is altijd een boogje. Het lijden, het zinloos lijden. Lijden kan zinvol zijn, een beetje tandpijn om te weten dat er iets met je tand verkeerd gaat, pijn in je buik om te weten dat er iets aan je buik verkeerd gaat, maar zinloos lijden dat geen enkel nuttig signaal meer kan bieden, dit is volkomen, volkomen waardeloos en er is geen oplossing en als je even kunt, loop daar dan met een boogje omheen. En euthanasie was in het geval van Hugo Claus uiteraard de meest aanvaardbare voor zijn persoon, niet voor die van Danneels, voor zijn persoon de meest aanvaardbare oplossing. Ja, ja. Want in uw boek lees ik ook dat de kerk nog vaak het lijden verheerlijkt. Misschien kunt u dat even toelichten? Ja, dat men verheerlijkt het lijden omdat men natuurlijk niet anders kan. Er is geen oplossing voor de vraag als je een onschuldig kind van 3, 4, 5 jaar ziet, verschrikkelijk ziet lijden, daar kan geen enkele redelijke oplossing zijn als je dan zegt dat er bestaat een almachtige, algoede en alwijze God die dat kind zo laat lijden. Daar is geen antwoord op. En het enige antwoord dat men zegt, dat is kijk naar het lijden van Jezus. Maar het lijden van Jezus was natuurlijk ook zinloos. Dus het is niet met de ene zinloosheid dat je de andere zinloosheid naar voren wil brengen. Zin, lijden dat niet een signaal is om beterschap te brengen, is volkomen zinloos en je hoeft daar niet rond te draaien. Dat is en dat blijft zo. Ja, oké. Okay. Vandaag de dag zijn er ook nog een heleboel ziekenhuizen die ook weigeren om euthanasie te doen en die dan ook doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat eigenlijk volstrekt immoreel. Er is de gewetensclausule. Men kan volgens de wet een arts niet verplichten om een euthanasie te doen, maar Een ziekenhuisbestuur is geen arts. Dat wil dus zeggen, zij hebben niet met hun, dat heeft met hun geweten niets te maken. Als een arts in dat ziekenhuis een geweten vindt, hier is het nuttig op de vraag, euthanasievraag van die persoon in te gaan, dat is zinvol, moet die arts zijn geweten kunnen volgen. En zij beletten die arts zijn geweten te volgen, dus zij zijn werkelijk totaal fout, volstrekt immoreel. Daar is geen enkele grond voor, want de gewetensclausule geldt voor artsen, eventueel voor verplegenden, maar zeker niet voor een ziekenhuisbestuur. Mm-hmm. En vindt u dat ze dat dan moeten opnemen in een of andere wetgeving binnen het ziekenhuis? Ik denk dat men dat moet, ja, men zou kunnen sanctioneren wanneer zij dat systematisch weigeren. En vermoedt u dan dat er druk is van bovenaf binnen die ziekenhuizen om de euthanasie niet uit te voeren? Als te zien wat u zou bedoelen met bovenaf. Er is broeder Stokman bijvoorbeeld, in de ziekenhuizen van de Broeders van Liefde, is zeker, van bovenaf is er zeker een druk naar die ziekenhuizen toe. Er is aanvankelijk ook een druk geweest vanwege de kardinaal, kardinaal Danneels. Die druk kan nog altijd bestaan, maar ik denk dat de meeste bisschoppen zich daar momenteel niet zo actief mee bezighouden. Maar je moet niet vergeten dat de bestuurders van ziekenhuizen, die vaak leken zijn, soms nog katholieker willen zijn dan de paus. Hè? Dus zij zijn van mening dat mag niet van de kerk, dus zijn zij daar tegen. Terwijl sommige priesters in feite veel progressiever zijn en veel verder durven gaan, sommige leken zijn vaak katholieker dan de paus. Ja, ja. Oké, dat is duidelijk, bedankt. Het is nu juist toevallig vandaag, 27 november, dat er een wet zou goedgekeurd worden in de Senaat. Aangaande de champagne staat al klaar. Aangaande euthanasie bij minderjarigen, dus ze zouden goedkeuren dat
wilsbekwame minderjarige personen voor euthanasie kunnen aanvragen voor een terminale fysiek lijden eigenlijk. Eerst en vooral inderdaad, wat is uw standpunt tegenover dit punt? Ik sta daar volledig achter. Wanneer het gaat over pijn en lijden met een psychische oorzaak, dan is het verstandig om dat bij kinderen niet toe te laten, omdat dat meestal gaat over hevig verdriet. Maar hevig verdriet of hevige angst enzovoort kan tijdelijk zijn en kan met de jaren verdwijnen. Gaat het om een psychiatrische stoornis, dan kan dat evolueren. Je hebt de zogenaamde bipolaire stoornissen. Het is heel gevaarlijk daarin op te treden, omdat bij zware depressies komt de vraag naar doding vanzelf naar boven. Terwijl eventjes later kan het weer beter gaan. Voor de volwassen mens is dat iets anders. Die kan zijn leven na een hele periode overschouwen en zien in een periode dat hij wilsbekwaam is. Zeggen, kijk, in het algemeen is dat leven voor mij niet houdbaar. Maar voor jongeren denk ik dat dat niet gewenst is. Niet omwille van liefdesverdriet, dat soms zeer hevig kan zijn bij jongeren, kan je niet zeggen, ik laat dat zomaar toe. Dus ik vind het een wijze beslissing als men zegt, lijden met een psychische oorzaak, ja, dat laten we er buiten. Okay. Somatische oorzaak wel, maar lijden is natuurlijk altijd psychisch. Ja, ja. Oké. Okay. En voorlopig staat er dus ook nog geen leeftijdsgrens op. Vindt u dat ook mogelijk? Die leeftijdsgrenshistorie, dat is een kwestie die vatbaar is voor discussie. In Nederland heeft men een leeftijdsgrens, twee leeftijdsgrenzen, 12 en 16 jaar. Dat was niet slecht in Nederland, dat je dan een houvast hebt. Maar de huidige positie in België is, daar is ook veel voor te zeggen, namelijk dat het allemaal afhangt van de mate van wilsbekwaamheid van die jongere of van dat kind eventueel. Dus, hè. En ik denk dat dat idealitair gezien de beste benadering is. Nu, persoonlijk denk ik dat als het goed onderzocht wordt, in welke mate dat kind wilsbekwaam is. En als het over een terminale ziekte gaat en de ouders zijn het ermee eens, dan denk ik dat men dat geen enkel bezwaar kan bestaan. Het groot probleem is als de ouders het oneens zijn. Volgens mij moet in dat geval, als de ene ouder pro is de andere contra, of dikwijls met gescheiden ouders en zo verder, dan zou ik zeggen, wanneer de ouders het oneens zijn, dat het verlangen van het kind, van de minderjarige, de doorslag moet geven. En ik kan geen enkel argument vinden, eens dat men die beschermende maatregelen daar rond geplaatst heeft, dat er een voldoende onderzoek is van de wilsbekwaamheid, van de ernst van de ziekte enzovoort, kan ik geen enkel argument vinden om kinderen, minderjarigen, nodeloos te laten lijden. Ik kan dat niet vinden. En wie dat daar wel een argument voor heeft, ja, misschien ben ik onnoemelijk dom, dat ik dat niet begrijp, maar ik slaag er niet in dat te begrijpen. Ofwel, dat moet met mensen die sadistisch zijn en graag lijden zien natuurlijk, daar kan ik niks tegen zeggen. En wat bij erg jonge kinderen die volgens hun ouders heel fysiek lijden, Wel, er is het probleem van de pasgeborenen, van de vroeggeborenen of pasgeborenen met een zeer zware handicap. Ik denk dat men daar in de richting moet gaan van het Groningen-protocol. Dat is aan de orde gebracht door een geval van een heel speciale ziekte. De medische naam ontgaat mij nu, maar dat kindje had een extreme vorm van die ziekte, waardoor dat kindje de huid voortdurend afviel. En men moest dat kindje onder volledige narcose brengen om het te kunnen verversen. Dat kind afschuwelijk lijden. En er was geen enkele kans dat dat ooit zou beteren. En dan hebben die dokters gezegd, we zouden dat toch moeten kunnen een einde aan stellen. Ze hebben dat dan niet gedaan. Ik heb aan die dokter gevraagd, maar hoe komt dat dat je dat niet gedaan hebt? Ja, we mochten niet van de procureur-generaal, of van wat daar officier van, hoe heet dat, er is een bepaalde naam in Nederland, maar het komt op hetzelfde neer. Ze mochten niet. En nu heeft hij daar wel wat spijt dat hij dat niet gedaan heeft, dat dat kind zo lang nog heeft moeten lijden. In dit geval dus vind ik dat men iets in hetzelfde van de aard van dat protocol, en dan kan de dokter zeggen, ik was in een noodsituatie.
Dat valt dan niet meer onder de gewone wet, maar de noodsituatie bestaat altijd in het recht. Als je twee verplichtingen hebt die met elkaar tegenstrijdig zijn, dan ben je in een noodsituatie en men kan je niet verwijten dat je voor de ene of de andere verplichting gekozen hebt. In de wet die vandaag zal gestemd worden in de Senaat, spreken ze over wilsbekwame minderjarigen. Wie gaat beslissen en hoe gaan ze dat beslissen dat die persoon wilsbekwaam is? In de eerste plaats de ouders. In de tweede plaats dus de behandelende artsen en daarbij liefst een kinderpsychiater als die te vinden is. En die mensen moeten normaal in staat zijn om te oordelen of dat kind... De vraag wilsbekwaamheid heeft vooral betrekking over het aanvoelen van het evenwicht tussen van de hevigheid van het lijden en van de andere kant van het besef wat de dood eigenlijk betekent. Dat kind moet niet in staat zijn om op de beurs te spelen, bij wijze van spreken. Er zijn andere vormen van wil, om te kiezen welke huwelijkspartner en zo. Het gaat hier over het kiezen tussen de dood als bevrijding aan de ene kant en dat lijden aan de andere kant. En als dat kind dat zeer goed inziet, het zal nu met mij definitief gedaan zijn, ik zal mijn ouders nooit meer zien, ik zal mijn vriendjes nooit meer zien, het is allemaal voorbij, maar dat lijden is zo groot. Ik denk dat mensen met een redelijk gezond verstand kunnen zien of een kind daartoe bekwaam is. Vlaanderen, ook wel bekend als eerder conservatief, wordt nu met deze wettekst toch ook wel een van de progressieve regio's in de wereld. Vlaanderen is naar mijn gevoelen, ik heb natuurlijk dat niet grondig bestudeerd, maar naar mijn gevoelen, mijn indruk over wat er in de wereld gebeurt, is in Vlaanderen de mentaliteitsverandering tussen, laten we zeggen, 1950 en 2010, de grootste die er ooit ergens in de wereld geweest is. Ik heb de mentaliteit van 1950 zeer grondig gekend. Ik heb ze meegeleefd, ik ben er mee in opgegaan. En wat je dus nu ziet, dat is een totale verandering. Dat heeft natuurlijk te maken met evoluties in Nederland, maar ook met een autonome ontwikkeling in Vlaanderen. Vlaanderen is een heel progressief land geworden. Daarom niet op alle gebieden. Er zijn ook gebieden waar men minder progressief is, dat is duidelijk. Bijvoorbeeld problematiek in verband met racisme en zo. Dat is een heel belangrijk probleem. Maar op het gebied van de ethische problemen, is Vlaanderen heel, heel, heel progressief geworden. Tijdens het congres gaat het ook over euthanasie bij personen met dementie. Hoe staat u daar tegenover? En dan voornamelijk bij personen die op voorhand geen toestemming hebben gegeven. Ja. Dus het gaat vooral daarover, omdat wij van het principe uitgegaan zijn door het feit dat wij... Ja, werkelijk op wereldvlak op een eenzame hoogte staan, samen met Nederland en Luxemburg. Ook op andere gebieden, op het gebied van embryo research en zo verder, daar staan wij nog verder dan Nederland. Dus op dat vlak is het dus zo dat je heel voorzichtig moet zijn en dat je moet zorgen dat je zeer goede regels hebt waardoor de fenomenen heel duidelijk kunnen omschreven worden. Dus het plegen van... Laat ons zeggen, wat zogenaamde euthanasie op niet meer wilsbekwamen, laat ons zeggen dementen, Alzheimer-patiënten, zonder hun voorafgaande instemming, dat is in de meeste gevallen voor mij een brug te ver. Tenzij in die gevallen waarin iedereen, de omgeving volledig, het ermee eens is, die persoon lijdt verschrikkelijk, daar moet men daar iets kunnen aan doen. Ook al heeft hij dat niet gevraagd. Maar dat is alleen van de gevallen waar er wel degelijk echt pijn aanwezig is, die men kan waarnemen. In al de andere gevallen, de gewone dementie, ja, men is weg. In de andere gevallen kan het volgens mij alleen wanneer er een voorafgaande wilsbeschikking, voorafgaande wilsverklaring is, zogenaamd living will, levenstestament. Dus de ervaring leert dat veel mensen kiezen voor euthanasie, maar eens het ook zover is, het eigenlijk niet meer willen. Sluipt daar dan ook geen gevaar in? Je moet een onderscheid maken tussen mensen die zeggen, nu, als ik ooit een been verlies, of als ik ooit doof word, dan wens ik euthanasie. En ze verliezen een been, en ze wensen geen euthanasie meer, ze worden doof, ze wensen geen euthanasie meer, ze krijgen allerlei zaken waarvan ze vroeger dachten, als mij dat overkomt, dan wens ik euthanasie, maar zolang ze wilsbekwaam zijn. En
ze zeggen, ja, eigenlijk wil ik geen euthanasie. Dat is geen enkel probleem. Een euthanasievraag is altijd een vraag voor dit moment. Wat je vroeger daarover gedacht hebt of geschreven hebt, is eigenlijk vrij irrelevant voor wat je nu op dit moment denkt, als je wilsbekwaam bent. Een tweede situatie is, iemand is wilsonbekwaam door dementie, door verwardheid in verband met hersenproblemen en zo verder. Die is wilsonbekwaam, die zegt ik wil niet sterven, dat telt niet. Zijn tekst telt. Het enige waar problemen kan stellen is in het begin van de dementie, dat hij zegt ja eigenlijk wil ik dat niet. Ja, dan is de vraag natuurlijk, je moet op dat moment natuurlijk, is er geen enkel probleem, maar als hij in dat vervorderde stadium dan gekomen is, wat hij beschreven had in zijn wilsverklaring, dan moet men die wilsverklaring volgen. Dus zodra een persoon minder wilsbekwaam is en zegt, ja, ik ben er niet meer mee akkoord, moet men goed afwegen, is die nog wilsbekwaam om zijn vroegere wilsverklaring ongedaan te maken. En dat is een kwestie die men moet afwegen. En wie zal dat, die beslissing dan nemen of dat die nog voldoende wilsbekwaam is? Wel, in dit geval zit je altijd met drie artsen. Hè? Je hebt dus de behandelende arts, een tweede arts en dan in die geval de derde arts. Die moeten onder elkaar daarover spreken en daar kunnen dus de naasten of de vertrouwenspersonen, als die zijn aangeduid in de verklaring, die kunnen daar dan hun mening over zeggen en dan moet men ja, tot een redelijke oplossing komen. Voorlopig is er eigenlijk nog niets, bestaat er nog niets rond euthanasie bij personen met een dementie. Acht u het politiek mogelijk dat dat in de toekomst wel nog kan komen? Ten eerste is het wel mogelijk volgens de huidige wetgeving, maar dan volgens de wet op de patiëntenrechten, is het wel mogelijk dat vooraf te bepalen dat men bij dementie, bij een bepaalde vorm van dementie, bepaalde behandeling weigert. Dat kan men bepalen. En dat kan dus natuurlijk vrij ver gaan. Hè? Dus dat is al mogelijk. De wetgeving invoeren op de echte euthanasie, dat blijkbaar momenteel gaat dat nog niet. Misschien binnen 10 jaar zal dat wel gaan. En dan nog een allerlaatste vraag. Wilt u misschien nog iets meegeven aan de paneleden die daar nu een slotdebat over zullen houden? Twee dingen. Ten eerste, men zou moeten spreken over de problematiek van de terminale sedatie. In welke mate terminaal, dus continue sedatie tot aan de dood. Dat wil zeggen dat men de persoon onbewust maakt, zodat hij niet meer kan lijden tot aan de dood. Terminale sedatie is volgens mij de beste term. Wat is het verschil met euthanasie? En moet men bij terminale sedatie ook dezelfde regels volgen als bij euthanasie? In het buitenland gebeurt dit niet. Bij ons gebeurt dat nu ook niet, omdat de wet het niet voorziet. Maar de vraag is dat niet hetzelfde in principe? Is dat niet een langzame euthanasie? Eerste punt. Tweede punt. Het is onlangs gebleken dat er nog altijd artsen zijn die niet weten waar het in feite over gaat. Er is daar een geval geweest van een persoon die vroeg om zijn pacemaker stil te leggen, omdat het leven niet meer zag zitten en ook zijn toestand dat niet meer toeliet. En een arts die zei dat komt neer op een euthanasie. Volstrekt onjuist. Die arts zouden ze moeten ontslaan. Het stilleggen van een zinloos geworden behandeling, of dat dat nu aan een extern apparaat is of een intern apparaat, het stilleggen van een zinloos geworden behandeling is geen euthanasie. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dit is de normale gang van zaken bij artsen die een minimum aan gezond verstand hebben. Maar blijkbaar zijn er nog altijd artsen die zich met dergelijke zaken bezighouden, die zelfs dat minimum aan gezond verstand niet hebben, want te weten dat het stilleggen van een zinloze behandeling, dat is daardoor Paus Pius XII al aanvaard geworden. Dat het stilleggen van een zinloos geworden behandeling geen euthanasie is. En het stilleggen van een externe machine of een interne machine, een pacemaker, dat is natuurlijk hetzelfde. Dat is een kunstmatig in leven houden van een persoon die in feite normaal zou kunnen sterven. Oké. Professor Vermeers, heel erg bedankt voor dit interview.